Stel jezelf een loterij voor en elk lot dat je koopt, dat kost 5 euro. Er is een eerste prijs van 2000 euro en er zijn 100 tweede prijzen van 20 euro. Nou, er worden ook nog eens 1000 loten verkocht. Je zou jezelf kunnen afvragen, wat verwacht ik nou gemiddeld per lot voor een winst te maken? Of verlies, want dat ligt er natuurlijk aan hoe de loterij is ingesteld. Nou, dan kan ik het volgende doen. Nou, ik ga het op twee manieren uitwerken. Bij de eerste manier zeg ik W. Een stoogas toevalsvariabele, dat is de winst per lot. En dan ga ik kijken vanuit de deelnemer. Je kunt ook kijken vanuit de loterij. Maar ik ga het nu bekijken vanuit de deelnemer. Stel, jij bent degene die een lot koopt. Nou, voordat ik dat kan gaan beantwoorden, die vraag, moet ik eerst de kansverdeling opstellen. Nou, dat heb ik in mijn vorige video uitgelegd. Nou, welke opties heb ik voor de winst per lot? Nou, stel, je wint de hoofdprijs. Dan win je 2000 euro. Maar je hebt wel 5 euro betaald. Dus die moet je ervan afhalen. Dat betekent dat de eerste optie is dat je 1995 euro winst maakt. Nou, je kunt ook een tweede prijs winnen, dat is 20 euro. Dan moet je ook weer de inleg ervan afhalen, houd je 15 euro over. En stel je hebt geen prijs, dan heb je een winst van min 5 euro, oftewel eigenlijk een verlies van 5 euro. En nu moeten we alle kansen gaan uitrekenen. Nou, er zijn 1000 loten verkocht, dus deze kans die is hier niet zo moeilijk. Dat is een kans van 0,001. Dat is gewoon gelijk aan 1000ste. Nou, er zijn 100 tweede prijzen. Dus die kans is 100.000ste. Dat wordt eigenlijk 0,1. Nou, laat ik dat meteen opschrijven. Nou, de kans op min 5, dat ik een winst heb van min 5 euro, dat is 0,899. Want wat heb ik nu nog over? Nog 899 loten van de 1000. Of je kunt die laatste kans ook uitrekenen door 1 te pakken. En dan allebei, of in ieder geval alle andere kansen, er vanaf te halen. Dan kom je ook uit op die 0,899. Nou, de tweede stap is, wat verwacht je nou voor een winst te maken gemiddeld per lot? Dat kunnen we noteren als E is Engels voor expected value, de verwachtingswaarde. De verwachtingswaarde van de winst. En wat moet ik dan doen? Dan moet ik eigenlijk altijd de kolommen met elkaar vermenigvuldigen en dat bij elkaar optellen. Dus je krijgt 1995 keer 0,001. Dan ben je eigenlijk een gewogen gemiddelde aan het uitrekenen. 15 euro winst, nou, die kans is 0,1. En tenslotte doe ik ook nog min 5 euro heeft een kans van 0,899. Als ik dit allemaal bij elkaar optel, kom je uit op min 1 euro. En dat betekent dat je gemiddeld genomen per lot 1 euro verlies maakt. Dat kan natuurlijk niet, je kunt niet precies 1 euro verlies maken, maar dit moet je bijvoorbeeld keer een willekeurig aantal loten doen. Stel je zou, ik zeg maar iets, je zou 50 loten kopen, dan zou je gemiddeld verwachten dat je 50 euro verlies maakt. Dan kan het best zijn dat je een aantal tweede prijzen ertussen hebt zitten, maar dit is dus wat je gemiddeld verwacht. Dat hoeft dus niet per se een uitkomst te zijn die in deze tabel voorkomt. Nou, je kunt het ook op een andere manier doen. Je kunt ook zeggen, in de eerste stap ga ik niet naar de winst kijken, maar naar de uitbetaling. Nou, U, dat is dus de uitbetaling per lot. En dan kijk ik ook weer vanuit de deelnemer. Nou, welke opties heb ik nu? Nou, als eerste zal ik erop schrijven, de kans op hoofdletter U is kleine u. Nou, de opties zijn nu wat eenvoudiger te bedenken. 2000 euro kun je winnen, 20 euro kun je winnen of 0 euro kun je winnen. Je kijkt nu dus puur naar de uitbetaling. De kansen, die blijven gewoon hetzelfde. Daar verandert niks aan. En dan kun je in de tweede stap zeggen, de verwachtingswaarde van de uitbetaling is ook weer hetzelfde als net. 2000 keer 0,001, dus je gaat de kolommen weer met elkaar vermenigvuldigen. En dan krijg je uiteindelijk plus 0 keer 0,899. En dan kom je uit op 4 euro. Nou, nu moet je nog een derde stap doen. Wat verwacht je nu voor de winst? Dat is altijd de verwachtingswaarde van de uitbetaling min de inleg. Nou, dat is dus 4 euro min. Nou, de inleg was 5 euro, dus je doet min 5 euro. En dan zie je dat je precies op hetzelfde uitkomt.
beide gevallen kom je op min 1 euro uit. Dus je mag dat altijd op twee verschillende manieren uitrekenen. Kijk maar voor jezelf wat je voorkeur heeft. Hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.